Minister Asscher trekt een 500.000 euro uit tegen pesten op de werkvloer. Volgend jaar zal een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken bedrijven gaan ondersteunen bij de aanpak van pesten. André, welkom. Is dat een goed idee? Dat lijkt me een heel goed idee. 500.000 euro lijkt me nog een bescheiden bedrag, omdat pesten echt een heel groot probleem is bij heel veel bedrijven. Maar het is een hele mooie aanzet. Mee eens, Patricia? Ja, ga maar kijken hoeveel bedrijven er in Nederland zitten. Dat zijn er meer dan 500.000. Dus dat is nog niet eens 1 euro per bedrijf wat dan is. Dus ik vraag me dan af wat er gebeurt. Maar het is wel fijn dat net dat extra stapje extra gedaan wordt voor die bewustwording naast die campagne. En dat het echt zo serieus genomen wordt om slachtoffers voor de toekomst te helpen verminderen. Ja, want jij bent van de stichting Stop Pesten Nu. Dit project, er wordt ook een speciaal team dus in het leven geroepen. Die moet dan naar bedrijven toe gaan om trainingen te geven? Of ja, weet je hoe zo dat uitgebreid werkt? Staat het niet in het artikel. Maar wel dat ze dat geld vrijmaken. Dat ze een team gaan oprichten die zich gaan inzetten om mensen te trainen. En of dat een roadshow wordt waar iedereen naartoe gaat. Of dat mensen uitgenodigd worden om ergens trainingen te kunnen volgen. Dat is nog niet zo uitgebreid gecommuniceerd. Nee, pesten op scholen, daar is heel veel aandacht voor. Ja. Pesten op het werk, daar komt steeds meer aandacht voor. Voldoende? Je moet bij het begin beginnen. En ik vind alles wat er nu gebeurt is een stap verder dan waar we gewoon 2-3 jaar geleden waren. En ik vind het goed dat er steeds meer over gesproken wordt. En dat mensen weten dat het bestaat en dat er iets aan te doen is. Ja. André, jij hebt het aan de lijve ondervonden. Ja. Jij werkte bij de gemeente Kampen. Wat is daar gebeurd? Ik werkte daar aan de hoofdbalie van het stadhuis. Ik had daar een jaarcontract. Dat zou een vast contract worden bij voldoende functioneren. Maar ik ben daar weggepest. Doordat mensen mij niet moesten. Mij gingen isoleren. Heel veel over mij roddelden. Ook op andere afdelingen. Dus je krijgt een hele slechte naam binnen het stadhuis. En ik kon na een jaar opstappen. En ik ben door 5 collega's en mijn leidinggevende weggepest. En daar is niet, daar boks je niet waar tegen. Waar uitte zich dat pesten in? Wat voor dingen waren? Nou, met name zeg maar, het sociaal isoleren van iemand. Je wordt niet meegevraagd met pauzes. Mensen spreken je. Ga geen praatjes met je aan. Maar vooral wat mij heel erg gestoken heeft, is gewoon het roddelen achter je rug om. En wat heb je er zelf aan gedaan op dat moment? Ik heb het hele jaar aan de bel getrokken bij mijn leidinggevende. Ik wilde ook een teamgesprek met de pesters. Dat waren er dus 5. Maar ik had ook 2 medestanders die ook onderkenden dat ik weggepest werd. Dus ik wilde gewoon een gesprek hebben. Zo van, jongens, wat is hier aan de hand? Waarom moeten jullie mij niet? Wat is er mis? Ja, je hebt ook een hele lange nasleep gehad naar je naam. Want jij bent daarmee naar een commissie gestapt. Wat is er gebeurd? Ja, omdat ik als ambtenaar had ik de mogelijkheid om een klachtencommissie, een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie in te schakelen. Dus de landelijke klachtencommissie van de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, is in Kampen geweest. En die heeft de klacht onderzocht. En heeft mijn klachten gegrond verklaard omdat 2 getuigen, mijn 2 collega's, zich voor mij hebben uitgesproken. En die hebben overigens ook hun werk op die afdeling verloren doordat ze voor mij getuigden. En wat zei de gemeente dan dat er mis was aan u? Ik zou niet tegen kritiek kunnen, ik zou alles verkeerd oppakken, ik zou allerlei fouten maken. Er kwamen allerlei klachten van allerlei afdelingen, maar dat werd me op de laatste dag pas verteld. En toen ik vroeg naar specificatie van wie heeft er dan geklaagd en wat is er dan aan de hand, kwam er geen antwoord. Nee. In het gelijkstellen, Patricia, dat komt eigenlijk niet heel veel voor. Nee, hè, dat er een commissie dat is eigenlijk het verhaal van André helemaal eigenlijk te zot voor woorden. Dat je denkt van hij heeft door een onafhankelijke klachtencommissie erkend gekregen dat hij dus gepest is. En dan nog mag een werkgever zeggen, nou daar doen we niks mee. En dan denk ik van, ik zou liever hebben dat als je daar dan inderdaad zeg maar, die bedragen op inzet. Hè, dat bedrijven daadwerkelijk moeten doorpakken als die situaties zijn. Want dan denk ik, het is onderbouwd. Het is feitelijk neergezet. Er is een uitspraak en dan mogen ze kiezen of ze er wat mee doen of niet. We hebben uiteraard de gemeente Kampen ook even om een reactie gevraagd. Die hebben we gekregen. Daar kunnen we even naar kijken. Zij zeggen, in het belang van de betrokken personen en uit privacyoverwegingen kunnen wij niet inhoudelijk ingaan op de kwestie met de heer Horstink. En dat zegt de wethouder. Ja, dat is uiteraard hun reactie. Uiteindelijk heb jij na afloop ook nog wel veel gesprekken gehad hè, met de gemeente. En uiteindelijk hebben ze jou een bedrag geboden. Hoe zit dat precies? Mijn klacht werd gegrond verklaard. En in al mijn naïviteit dacht ik,
Nou, nu krijg ik excuses. Er komt een telefoontje vanuit het stadhuis. André komt praten, want er is iets verschrikkelijks misgegaan. Maar er kwam helemaal niets. Dus ik ben zelf, heb ik de telefoon weer gepakt en ben gaan praten. En toen werden in feite alle conclusies van de klachtencommissie nog een keer van tafel geveegd. Want het zou mijn verhaal zijn tegenover dat van hun. En de gemeente heeft het zelfs gepresteerd om zelf nog een keer een onderzoek te doen. Waarin ze alleen aan de pesters vroegen hoe ik gefunctioneerd zou hebben. En u kreeg toen vervolgens van de gemeente een bedrag aangeboden, 26.000 euro? Of hoe zat dat precies? Nou, ik had een gesprek met een ambtenaar die dus inderdaad zei, nou, wij gaan een nieuw onderzoek instellen, want de pesters herkennen zich niet in jouw verhaal. Mm-hmm. Wil je alsjeblieft niet negatief over de gemeente Kampen publiceren? Wil je daar niet mee naar buiten gaan? En toen ik thuis kwam na dat gesprek, lag er al een bod van de advocaat van de gemeente voor een paar duizend euro met het verzoek of ik me dan wel stil wilde houden. En dat bedrag is in de loop van het jaar, ze kregen het steeds benauwder omdat er gewoon steeds meer publiciteit kwam. Is het betaald uiteindelijk? Of dat? Ik heb het geweigerd. Okay, cool. Want ik had iets van, ik wil gewoon vrij uit kunnen spreken. We zijn samen met Patricia van Stop Pesten Nu en de stichting Stop Pesten op de Werkvloer. Pest op de werkvloer. Ja, de petitie heette Stop Pesten op Werk. Dus vandaar dat. En daar zijn we mee naar Den Haag gegaan. We hebben gesprekken gehad met Tweede Kamerleden. En die vielen werkelijk van hun stoel wat er in Kampen gebeurd was. Komt het vaker voor dat er bedragen worden geboden? U ervaarde het als zwijggeld, heb ik wel eens gehoord. Ja. Komt dat vaker voor? Ja, zeker. Maar ik zie ook wel dat mensen ja zeggen. Want die zijn er klaar mee. Die hebben zo gehad op het werk. Die hebben zoiets van, we willen de deur dicht kunnen doen, nooit meer hoeven omkijken en we willen er van af zijn. Ja. En dan zeg ik zelf wel eens van, joh, doe dat nou niet, weet je. Je kan hier zoveel spijt van krijgen als je later de rust hebt, want het klopt gewoon niet wat hier nu is gebeurd. Maar het gebeurt veel vaker. André, wat heeft dit allemaal met jou gedaan? Los van dat je baan kwijt bent. Psychisch heeft het enorme consequenties gehad. Ik had dus een heel gevecht gehad. Ik had de politiek bereikt. Ik heb vorig jaar minister Asscher een hand gegeven. Nou, die was ook helemaal verbaasd over hoe Kampen hiermee is omgegaan. En daarna, de afgelopen jaar, ben ik gewoon eigenlijk heel depressief geworden. Want ik had geen baan meer. Ik was klokkenluider, dus ik kom ook niet meer aan het werk. Er is geen werkgever die je meer wil hebben. Omdat ze denken dat je op dit moment ook geen werk. Ik heb dit moment een heel klein postbaantje, een bijbaantje eigenlijk. Maar solliciteren hoeft niet meer, want ik kom nergens meer aan de slag. Omdat mensen bang zijn dat je hun bedrijf afbrandt. En dat je het imago van een ander bedrijf ook gaat schaden. Ja. Zijn dit verhalen die op zichzelf staan? Nee, er zijn er veel meer. Alleen de meeste verhalen zijn er niet eens naar buiten gebracht. Waarom ligt daar nog zo'n taboe op, terwijl dat bij scholen al veel minder is? Ja, daar worden we met de paplepel mee opgevoed. Van jongs af aan leer je gewoon dat pesten een kinderding is, een kleuterding. En als je op de middelbare school gaat, dan zeg je, ja, dat moet je zelf kunnen oplossen. Jullie zijn oud genoeg. Nou, op de werk dat er gepest wordt, dan zeggen mensen, het is geen school hier. Ik bedoel, iedereen kan wel volwassen reageren. Dus het zit hem misschien ook in de connotatie van het woord pesten dan? Ja. Dat mensen dat zien als iets van school, iets schools? Ja, zo van als volwassenen doe je dat niet meer. Dus voordat dat je zover bent dat je kan gaan denken van, is dit pesten op het werk? Of wordt mijn collega gepest? Ja, dan speelt het al zo lang. Het lijntje is ook heel dun, hè? Wanneer wordt iemand gewoon sociaal niet helemaal geaccepteerd? Of wanneer is het pesten? Waar ligt die grens? Het gaat er bij pesten om dat het echt langdurig is en structureel. Het was bij mij dus zo dat gewoon het hele jaar kwaad over mij gesproken werd en dat ik er niet tegenop kon en dat het ontkend werd. Ik heb mensen dus ook echt op aangesproken van, waarom moeten jullie mij niet? Wat doe ik fout? En dan was de enige reactie die je kreeg, ik heb geen idee waar je het over hebt, maar je maakt clusters van fouten. En als je dan vroeg naar de specifieke klachten die ze over me hadden, dan bleef het stil. Ja. En daar knok je gewoon niet tegenop. Maar ik vind dit heel belangrijk wat André zegt, want iedereen zegt dan van, ja, maar als mensen dat niet kunnen onderbouwen, dan klopt zijn verhaal dan wel. Maar dat is juist de kracht van pesters, het is een groepsproces. Dus dat is een pestkop met zijn meelopers. Ik heb nog nooit gehad dat mensen zeiden naar aanleiding van een verhaal van pesten, ja, wij waren de pestkop en ja, wij waren de meelopers en dat klopt, dit is wat we deden. Dus wat gaat zo'n groep zeggen? Nee, dat doen we niet en het ligt bij het slachtoffer. Dat zullen ze altijd doen. Bij uw stichting, hoeveel zaken zijn er bekend, zoals André?
is niet te zeggen, want je blijft elke dag telefoontjes krijgen dat mensen zeggen, nu pas door alle campagnes die er zijn, ben ik me bewust dat ik gepest word op het werk. En dus is toch het half miljoen van het Rijk een druppel op een groeiende plaat, maar misschien goed? Alles helpt. Alles is een stap een goede richting in en helpt bedrijven toch steeds bewuster kijken dat ze wat moeten doen. Hartstikke fijn. En dank voor jullie verhaal en voor jullie komst. Ja, graag gedaan.